Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het vaker over private equity in de zorg gehad hier. En dat was ook een reden waarom de SP meldpunten is gestart in het hele land. En te beginnen in Bergen op Zoom en in Breda. En er zitten ook een aantal mensen die met klachten en die dit zwartboek ook net aan de minister hebben aangeboden op de tribune. Het is even wachten, dames en heren, maar het debat is dan toch begonnen. Goed dat jullie er zijn. Maar ook in Annapolona, Eindhoven, Zwolle, Enschede, Tilburg, Waalwijk. Van alle kanten komen klachten over private equity in de huisartsenzorg. Slecht bereikbare huisartsenposten, geen afspraak mogelijk om te maken, wisselende gezichten en wisselende huisartsen, geen binding met de regio en dus ook geen binding met de gemeenschap. En private equity, anders verwoord, agressieve opkopers die veel en snel rendement willen, die bezuinigen op de dienstverlening en op de zorgverlening. Niet voor niets richten zij speciaal voor hun activiteiten een eigen callcenter op, om mensen maar niet in de praktijk te hoeven te woord te staan. En die bezuinigingen op dienstverlening en zorgverlening worden hier wel vaker verkocht als innovatie en efficiënt. Maar zo ontmenselijken wij onze zorg. Private equity in de zorg is de meest extreme vermarkting van onze zorg. Het schaadt onze zorg. En dat zegt niet alleen ik, dat zegt ook onderzoek uit het buitenland. Maar eerlijk gezegd, voorzitter, voor mij is helemaal geen onderzoek nodig, want de praktijk wijst dit gewoon uit. Huisartsen zijn het met de SP eens, patiënten zijn het met de SP eens. En ook een meerderheid in deze Kamer heeft vaker voorstellen gedaan waarbij blijkt dat deze Kamer het met de SP eens is en dat we private equity uit de zorg moeten bannen. Ik geef het woord aan mevrouw Tielen. Ja, dank u wel, voorzitter. En meneer Dijk zegt al, ik heb geen rapporten nodig. Dat is altijd fijn. Maar ik vind het altijd wel plezierig als we het over onderwerpen hebben, dat we een beetje over de inhoud, dat we in ieder geval over hetzelfde praten. Dan kunnen we van mening verschillen, maar dan hebben we het in ieder geval over hetzelfde. Wat is wat meneer Dijk betreft de definitie van private equity? Waar hebben we het eigenlijk over? Het zijn agressieve beleggingsmaatschappijen die niets meer willen dan een rendement van 15-20% op zeer korte termijn. En ik noem bijvoorbeeld het voorbeeld Comet, Centric Health. Ik kan het gaan doen in de GGZ, waarbij GGZ private equity bedrijven ook in de GGZ hebben geïnvesteerd. En dan het liefste zwaardere GGZ-zorg afstoten, buiten hun praktijk houden en lichtere GGZ-patiënten naar binnen halen om meer geld te kunnen vangen. Daar heb ik het. Mevrouw Tielen. Een prachtige definitie, maar die klopt al niet helemaal met zeg maar, wat de experts erover zeggen. Hè? Comet is door Ernst & Young zeg maar, niet betiteld als private equity. Dus ik probeer het nog een keer, omdat ik echt wel graag met meneer Dijk inhoudelijk in debat wil. Dus zeg maar even inhoudelijk, feitelijk. Wat is volgens meneer Dijk private equity? Ik heb het net beschreven. Meneer Dijk, wat is volgens u private equity? Dank u wel, voorzitter. Volgens mij heb ik het net vrij hard en helder beschreven. Ik heb het onderzoek ook gelezen wat deze minister onlangs naar de Kamer heeft gestuurd. Een uiterst slecht onderzoek, overigens wat zelf bepleit dat je daar geen conclusies uit kan trekken. Maar het gaat erom dat je investeringsmaatschappijen hebt, beleggingsmaatschappijen, die een rendement willen halen op hun investering op zeer korte termijn. En dat is mijn definitie die ik vind. Dat betekent dat winst voorop staat, korte, snelle winsten. En dat daarmee de druk op de zorg, of eigenlijk het niet verlenen van de zorg, heel groot wordt. En als u daar een andere definitie van heeft, tot uw dienst. Maar ik zie in ieder geval in de zorg steeds vaker toenemen dat er beleggingsmaatschappijen zijn met een extreme prikkel tot winst. En ik zei, dat is de meest extreme vorm van vermarkting in de zorg. We hebben het in de Verenigde Staten hebben we het gezien. Daar is goed onderzoek naar gedaan, uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat het gevaarlijk is, met name in de ziekenhuiszorg. Dat het heeft gezorgd voor echt medische blunders en medische problemen. Daar moeten wij vanaf. We moeten niet in ons systeem, in ons zorgstelsel toestaan dat deze ziekte, dit virus, wat ik private equity noem, dat enige voet aan de grond krijgt. En helaas is dat wel het geval op dit moment. Mevrouw Tielen wil haar laatste interruptie nog besteden. Ja, zo is het. 3 vind ik ook eigenlijk te weinig, voorzitter. Maar goed, u gaat erover. Maar als ik dan samen probeer te vatten wat meneer Dijk zegt, is als er beleggingsmaatschappijen en dergelijke zijn die binnen zeer korte tijd, na dat te definiëren, maar laten we zeggen binnen 2 jaar, 15% of meer winst willen maken, dan noem ik dat private equity en alle andere, hè, pensioenfondsen, andere investeerders die gewoon met een rustig tempo willen zorgen dat hun geld in ieder geval niet verdwijnt, dat oké is. Meneer Dijk, als u even wacht dat u het woord krijgt, zou u hierop willen antwoorden, maar dan kort, want er was niet echt een vraag, dus u mag daar kort op antwoorden.
Ik kan en zal daar kort op antwoorden. Idealiter gaat het, zouden wij graag huisartsen willen zien die onderdeel uitmaken van een gemeenschap in iedere wijk, in ieder dorp en verspreid over voldoende regio's. Dat je niet die grote huisartsenpraktijken hebt waarbij je heel veel waarnemende artsen hebt. Ik zie alleen ook stichtingen. Die hebben geen winstoogmerk, heeft ook een voorkeur. Zal ik zo meteen ook een voorstel voor gaan indienen dat dat onze voorkeur heeft. En dat we eigenlijk geen BV's willen in de huisartsenzorg, omdat er ook een enorme winstprikkel op zit.